Onze riviervissen worden bedreigd door agressieve nieuwkomers. Maar we hebben ook prachtig nieuws. We laten de winnaar van de grote Vroege Vogelfotowedstrijd vandaag zien. Welkom bij Vroege Vogels. Van amateur natuurfotografen. En afgelopen zondag maakten we op de radio bekend wie de allermooiste foto gemaakt heeft. Ja, dat zo direct. Maar eerst even de nummers 2 en 3. Op 3 is geëindigd. Witte Reiger zet daling in van mevrouw Waanders uit Vught. En zij krijgt een professionele fotoprinter. Op nummer 2 is geëindigd. Boomkruiper maakt salto mortale. Rob Belteman uit Nieuwekerk aan de IJssel. En hij wint een 7-daagse fotocursus. Alsof hij die nodig heeft. Ja, om nog beter te worden. En dit is de winnaar. En de maker van deze foto verrasten wij afgelopen zondag in de radio-uitzending. En om het feest compleet te maken stuurden we ook nog een tv-ploeg naar zijn huis. Vandaag maken we de winnaar bekend. Ik denk dat er een heleboel mensen nu met de samengeknepen billen aan de radio gekluisterd zitten met de telefoon in binnen handbereik, want we gaan de winnaar bellen vandaag. Oeh, als dit maar goed gaat met die taart. Vijftien maanden lang heeft de Vroege Vogels fotowedstrijd geduurd. En in die tijd hebben we vele duizenden inzendingen gekregen en al een voorselectie gemaakt van 45 wonderschone natuurfoto's. Ja, een jury van professionele natuurfotografen heeft nu de winnaars uitgezocht. Nu gaan we de hoofdprijs bekendmaken. We hebben de winnaar aan de telefoon, maar die weet nog niet dat hij eerste is geworden. De winnaar weet alleen dat hij is doorgedrongen tot de laatste 5. We gaan de spanning een beetje opbouwen. Misschien nog een roffeltje erbij. Goedemorgen. Marcel van Balkom. Goedemorgen. U bent de winnaar, gefeliciteerd. Zo, ongelooflijk. Volgens mij hoor ik daar een bel. Ja, dat klopt. Ja? Nou, gaat u even open doen, want je weet in deze tijd maar nooit of er dozen worden langsgebracht. Had u dit verwacht? Nee, hè? Nee, dit had ik niet verwacht. Menno aan de telefoon, Andrea en nou ook nog dit. Ja, precies. Een hele filmploeg. Mogen we binnenkomen? Ja, hoor, kom verder. Goed, meneer Van Balkom, gefeliciteerd. Nou, we kunnen ons voorstellen dat nu in de consternatie daar de telefoon vergeten wordt. Legt u die vooral maar neer. Hier komt hij. Daar gaat de telefoon. Ik denk dat iemand u wil gaan feliciteren. Dat is hem. Dat is hem, inderdaad. Dick, waarom is dit de winnaar? Het is zo'n bijzonder beeld. Jan van Gent leeft eigenlijk in twee werelden, boven en onder water. En dat is hier in één beeld gevangen en bij de scherp. En normaal heb je natuurlijk de breking van water, waardoor je boven water iets scherp hebt en onder niet. En door een hele speciale hoek heb je een keer het geluk dat je beide scherp hebt. Dus dit is echt afgedwongen geluk.